Goh, normaal doe ik je haar nooit. Nee, maar ik ga naar een feest waar ze heel erg op permanentjes gesteld zijn. Dus hoe lang gaat het duren? Nou, we zijn zo klaar. Oké, wacht ik even. Klinkt al erg gezellig achter deze deur. Of het echt gezellig wordt, dat weet ik niet. Want we gaan vanavond met punkjongens uit. Dus eens even afwachten. Hallo. Ze even schrikken. Schrikken, hè? Je moeder niet, hoor. Wat zeg je? Je moeder niet. Nou, van mijn moeder schrik ik niet zo, hoor. Nou, dat scheelt alweer. Maar je ziet er goed uit. Jij bent Ivan? Ja. Ik ben Rutger. Hoi. Ik krijg een hele gemoedelijke hand nu. En krijg ik ook een... Oh. Een biertje. Kijk, ja, een gemoedelijk biertje. En de cameraman, want wij drinken altijd samen. Jij mag helemaal niet drinken, jij moet filmen. Hoi, Rutger. Hoi, Rutger. Hoi, Rutger. Zo, jij hebt de grootste. Aan de kam, hè? Oh, sorry. Ja. Oké, okay, gelijk bier. Wat voor avond gaan we nou verwachten vanavond? Een grote teringzooi. Een grote teringzooi? Twee leuke mensen. Tuurlijk. Maar kan je dat toelichten? Ik weet het, je was al heel duidelijk, hoor. Daar raad het niet om. Knock-out with your cock-out. Ah, Jesse, jij hebt ook een apart pruik. Het is geen pruik, maar... Oh, het is geen pruik? Nee, het is geen pruik. Volgens mij is jouw haar net zo lang als de mijne, dus... Ja. Maar je hebt geen punk. Jij doet geen hanenkam. Ik heb hanenkam gehad van de zomer. Oh, vandaar. Maar ik ben niet dus echt... als je de hanenkam eruit valt, dan krijg je dit eigenlijk. Nee, dat niet. Nee. Jongens, muziek is uit. We gaan. Muziek is uit. Spots erom. Jij gaat met ons mee, met of zonder hanenkam. En ga. Oké. Okay. Richting het feest, jongens. Hé, dus we gaan hiermee naar het feest. Ja. Ja. Hij is van de lange antwoorden, deze jongen. Oké, okay, maar waar zit ik dan? Oké. Okay. En gaan jullie altijd zo chic op weg? Ja. Je moet in stijl gaan of niet? Ja. Nou, ik hoop dat ik het haal. Jij het haalt? Dat zal een rotzorg wezen. Iemand, wacht nou even, joh. Ik moet pissen. Ik ga dan niet zo snel, joh. Ik moet pissen. Jij bent wat uitgedaan? Uitgedaan? Je hebt je shirt uitgedaan. Oh ja, een beetje maar. Maar dit is een natuurlijke velletje. Maar waarom doe je dat? Dit is een beetje warm binnen. Oh, het is te warm hier. Ja. Heb je daar zin? Ja, jij ook? Ja, heel erg. Mag jij liegen van je moeder? Hé, jouw hanenkam had er geen zin in vanavond. Nee. Die is gaan liggen. Ja, die had veel moeite om op te staan. Heb je normaal wel een hanenkam? Heel af en toe. Maar waarom vanavond niet dan? Want dit is echt de punkersavond. Te lui voor. Hé? Te lui voor. Ja, was je te lui? Ja. Want normaal staat dit hele zootje hier staat rechtop. Ja. En hoe doe je dat? Waar doe je dat mee? Met gel of zo? Ja, met toeperen en een haarlak. Hey, jij was de zanger, hè, net? Ja, dat was ik, ja. Hoe gaat het nou met je? Een beetje bijkomen, grieperig. En dadelijk weer wat drank en dan gaat het helemaal beter.
Wat is nou punk? Punk is lak hebben aan iedereen. Dat is punk. Meer valt er niet eigenlijk uit te leggen. Gewoon. Dus dat is spugen in de camera en... Nou ja, kijk, dat is gewoon meer een beetje provocerend doen. Ik vind punk meer zoiets als zijn levensstijl. Ik hoef niet zo te zijn als de rest van de mensen. En ik hoef ook mijn eigen niet aan te kleden als de rest. Ik ben gewoon mezelf en ik hou van lekkere harde rock. En ja, punk is mijn ding. Waarom ben jij een punkband begonnen? Nou, ik ben hetzelfde begonnen. Ik kan niet zingen, ik kan niet schreeuwen. Maar dat is ook alles wat je nodig hebt om in een punkband te zitten. Je kan niet zingen? Nee, tuurlijk niet. Daarom denk ik dat ik in een punkband zit. Maar anders had je ook niet gezongen. Ik bedoel... Nee, anders had ik wel kraandrijver geworden en dan had ik gezongen... You never walk alone. Nee, die gaat zo uit, die gaat zo uit. Kijk, ik doe hem gewoon even rustig zo, hè. Doe maar uit, want het heeft helemaal geen zin. Doe, je hebt al beschildering zat. Ja. Yeah. Kijk, dat is een mooie stad. Het ziet er heel goed uit, behalve dit stukje hier. Dit kan dit niet. Dan heb je nog wel niet gezien. Je ziet ook drie kruis op. Het is een beetje moeilijke avond, want het is wel een punkavond. Maar de echte punkers willen eigenlijk liever niet voor de televisie verschijnen. Nou lopen er ook een heleboel niet-punkers rond, maar die wel punk zijn. Dan ga ik hem wat vragen. Wat nou? Moet ik mijn hand bij jou houden? Dat zeg, hoe heet jij? Jij ziet er nou niet uit als een echte punker. Ja, maar punk zit van binnen, zit niet in het uiterlijk. Is dat zo? Ja. Maar bij heel veel punkers zit het juist zo in het uiterlijk. Nee, dat zijn de modepunks. Dat zijn de mensen die over een jaar, twee, drie weer een vrouw met kinderen hebben. En daarna zijn ze... burger. Krijg jij ook geen sick van deze avond? Nee. Ik ga met geld naar huis. Ik werk hier dus. Ik heb wat naar mijn zin. Maar hoe doe je dit nou? Doe je dit zelf of doet je vriendin dat? Of je vriend? Dit doe ik zelf. Oh, hij is eruit. Ja. Jongen, ik schrik me helemaal de tering. Hier staat een van mijn vrienden die mij heeft uitgenodigd voor deze avonden. Dat is ook een vriend. Oh, dit is, hoor ik net, is ook een vriend. Ja. Hij is wel lauw, maar hij moet wat meer zuipen gewoon, weet je. Dat is het resultaat, weet je. Dat kan gebeuren. Dat gaat hier een stuk agressiever aan toe dan bijvoorbeeld een death metal avond waar ik heel tijd geleden ben geweest. Waarom is dat nou zo agressief? Om lekker los te komen. Agressie kwijt te raken. En geen maar wat voor agressie heb jij dan in je lijf? Dagelijks leven. Meen je dat? Maar noem dan eens iets, waardoor komt dat in je lijf dan, die agressie? Nou, omdat je te lang op de bus moet wachten. Het leven dat je leeft, de dingen die je meemaakt. Klein. Ja? En daar wil je verder niet over uitweiden. Maar dat raak je hier lekker kwijt. Ja. Ja. Ik denk niet dat er heel veel meer uitkomt, hè, vanavond hier, man. Ik ben bovenliederlijk, hè. Zullen we dan maar naar huis gaan? Heel goed. Okay. Ik ga hier wel in bed stoppen. Kom. Oh god, nee hè. Ja, en die krijgt een lekkere kus ook op je hoofd. Dan kan je mooi op je buik schrijven. Nee, dan doe ik hem op je buik, is ook goed. Ik denk het niet. Zo, dan ga ik jou eens eventjes lekker instoppen. Dat doe ik zelf wel, vriend. Hè? Dat doe ik zelf wel, hè. Ja? Ja, tuurlijk. Maar ik help altijd de mensen eventjes. Heb je lang blond haar, blauwe ogen, grote piet en een natte kut? Ik heb wel lang blond haar en ik heb ook blauwe ogen. Op de kut? Nee, dat niet. Dat mag het niet.
Maar ik geef ook de mensen altijd even een kusje. Nou, vandaag even niet, vriend. Blauwe ogen. Kom, ik doe het altijd. Ja, denk het niet. Even één kusje op je wang. Nee. Op je wang. Op de muur. Ik doe licht uit wat rust, hè. Ik ben de beste. Dan doe je buik maar weg. Oké, dat is erg gezellig vanavond. God, wat was dat gezellig. Ja, ik ga zeker nog een keer mee. Ik doe het licht uit, rustig. Hoi.